Verandering brengen in het armoedevraagstuk en de onderwijscrisis als gevolg van COVID-19 geniet prioriteit van de aankomende coalitie. Er is een team samengesteld dat adviezen moet uitbrengen om deze COVID-19-crisis zo goed mogelijk op te vangen. In partijcentrum De Olifant zijn de leiders van de VHP, ABOP, NPS en Percaya Luhur ingegaan op de sociaal-economische situatie in het land en de ontwikkelingen binnen het onderwijs. De taximaatschappij, de boothouder, een aantal ondernemers die zeg maar helemaal over de kop is gegaan tijdens de COVID. Hoe kan wij deze mensen helpen? Dus er worden nu studies gemaakt wat er gedaan moet worden met deze mensen. En die verarming die is komen optreden nu. Overal in het binnenland, als je gaat, is geen eten, is dit niet. Niemand heeft wat. Dus mensen gaan niet meer aan het werk. En u weet dat er veel verarming in het land is. Zoals de heer Brunswijk aanhaalde, de zaak met betrekking tot de sociale problemen, het voedingsprobleem van die bevolking, zo heb je ook natuurlijk het onderwijsprobleem. Wat natuurlijk een integrale aanpak vereist en zeker niet de verantwoordelijkheid kan zijn van één persoon, een minister of één ministerie. Het is een verantwoordelijkheid die gedeeld zal moeten worden door het hele kabinet, die hele regering. En ik verwacht dat natuurlijk op dit moment er een proces aan de gang is om te komen tot de instelling van die nieuwe regering. Er worden voorbereidingen getroffen om daarop in te spelen, zodat vanaf dag 1, wanneer de nieuwe president aantreedt, de nieuwe vicepresident met de nieuwe regering, dat direct vanaf dag 1 besluiten genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat ook het onderwijsproces zo snel mogelijk onder de omstandigheden voortgang kan vinden. Volgens VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi zal de aankomende regering het COVID-19-beleid aanpassen. Het moment zal komen om over te gaan tot normalisatie van sociaal-economische activiteiten. COVID-team vervangen? Nee, ik heb dat niet gezegd. We hebben gezegd, er is een COVID-team dat heel goed werk doet. Dat heel goed werk verricht heeft. Maar wij hebben ook een COVID-team. En we gaan het beleid aanpassen. En wat zal aangepast moeten worden? We moeten nu naar normalisatie. We moeten nu naar normalisatie van ons onderwijs. We moeten nu naar normalisatie van onze sport. Naar onze entertainment. Naar de private sector. Naar werkgelegenheid. Zonder afbreuk te doen aan het risico van spreiding en besmetting. Maar hoe we daarmee nu rekening houden met de ervaring, kennis, deskundigheid in de wereld. Hoe WHO ook instructies verschaft naar de wereld toe, hoe gefaseerd men de zaken kan aanpakken, dat we dat gaan doen. Maar één ding kan ik u wel beloven, er zal meer dienstbaarheid zijn.